Welkom allemaal, ik ben Isa Prins en ik ga vandaag Oscar voor mij interviewen, Real Talent van het jaar en werkend bij Real Innovators Group. We gaan dit doen voor het Europees Jaar van de Jongeren. Welkom Oscar, ik trap hem gelijk af. Wat is jouw rol binnen de Real Innovators Group? Binnen de groep ben ik commercieel verantwoordelijk voor de Aziatische corridor. Dus alles wat te maken heeft met Rusland en China. En we zijn ook een nieuw bedrijf gestart, de Transcontinental Railways. Weer een nieuw bedrijf in de groep. En daar zijn we nu mee begonnen. En dan gaan we de komende jaren gaan we het uitbouwen tot een soort paraplubedrijf die de hele markt kan aanbieden. Vanaf Europa tot Azië. Dus dat is een mooie uitdaging. Klinkt heel veelbelovend, ja. En hoe ben je hier terechtgekomen in deze sector, in de rielsector? Ja, het is een beetje via een omweg. Ik had niet direct voor deze sector gekozen, omdat ik gewoon simpelweg niet wist dat het er was. Maar ik heb zelf hotelschool gestudeerd, dus je ziet wel waar het pad kan eindigen. Ja. En ik ben zelf eigenlijk niet meer weg te denken uit deze sector. En via kom je in contact, ben ik in de logistiek terechtgekomen en al heel snel in die railsector. En ja, goed, ik heb me steeds razend naar mijn zin en ik zou ook anderen willen aanraden om deze sector te promoten, ja. Want het is natuurlijk heel erg innovatief en vernieuwend, ja. Ondanks dat het een beetje onbekend is. En waarom vind jij het belangrijk om jongeren te enthousiasmeren voor de railsector? En hoe zou je dat willen doen? Ja, goede vraag. Nou, het is... Het is nog niet heel erg bekend onder de jongeren en het is wel een groeiende markt, hè, omdat er een model shift plaatsvindt van containers, van vrachtwagens op trein. Hè, dus er gaat ook veel meer per spoor en dat zal in de komende jaren blijven groeien. En ja, wat ik zou zeggen, het is een innovatieve bewegende markt waar jongeren ook veel uitdagingen hebben en dat ook heel belangrijk is. Dus dat is voor mij persoonlijk de reden om jongeren steeds meer uit te nodigen in deze sector. Ja. En heb je dan ook nog een advies voor jongeren die aan de slag zouden willen in de railsector? Ja, als jongeren nu al denken, ik ben een studie gestart en ik ben niet helemaal tevreden, maak het vooral af. Je kunt altijd nog een soort carrière switch maken. Als je de logistieke opleiding al doet, houd dan je achterhoofd dat die railsector groeit en dat het modern en hip is. En dit kan misschien wel de juiste beslissing zijn. Ja. Nou, super bedankt voor dit interviewtje. Nou, graag gedaan. Meer weten over de railsector, ga dan www.railcargo.nl.